Ja, goedemorgen iedereen. Nou, ik lag gisteren lag ik lekker in mijn bedje. En toen kreeg ik van iemand te horen dat ik op Fidère stond. Zoals altijd, ik gewoon, het interesseert me echt geen reet of je nou wel of niet op Fidère staat. Ik ga daar zo nog wat meer over zeggen. Goedemorgen. Of je nou wel of niet op Fidère staat. Ik erop sta, interesseert me geen reet. Maar ja, gisteren stond ik er dus schijnbaar weer op. Nou, ik heb niet eens gekeken. En jullie moeten zelf weten of je kijkt of niet. Ik zal niet eens de moeite nemen, want het zal toch onzin zijn. Fidère die kan alleen maar reageren op wat anderen doen. Je ziet ze nooit een eigen mening hebben. En je ziet deze mening, daarom zijn het in mijn ogen ook pedofiele beschermers. Je ziet in deze nooit een bericht over Fidère, over pedofiele bestuurders. En dan bedoel ik niet over pedofiele bestuurders of andere mensen waarvan het niet is bewezen, waarvan het niet is aangetoond, maar ook niet over mensen waarbij het wel is aangetoond. Dus ja, die hele Fidère en mensen die zo denken, het interesseert me geen reet. Ik ga er ook echt nooit meer op kijken. Ik ga er ook helemaal niet meer op reageren. Mensen van Fidère, doe wat je moet doen gewoon, hè. En koken in je sop gaan of niet. Doe wat je moet doen, want het interesseert me gewoon niet. Ik zal ook niet meer kijken, niet meer antwoorden. Voor mijn part schrijf je elke dag wat over mij. Als je daar blij mee bent, als je daar een paar kijkcijfertjes mee kijkt en je geld verdient met je kanaal of niet, het interesseert me niet. Dus mensen van Fidère, hè, doe wat je moet doen. Ik bedoel, ik kijk er niet meer naar. Zo. Ik vond het altijd leuk dat jullie mijn woorden verspreiden. Want ja, ik denk dat ik wel verstandige dingen zeg. En hoe meer mensen dat horen, hoe beter dat soms is. Hè? Dan kunnen ze er zelf over nadenken. Maar ja, de mensen die denken zelf niet zoveel na. Dus Fidère, tot ziens. Ja, dat was mijn contact met Fidère en de keren dat ik op hun paginaatje keek. En dan ja, met de boeren. Ja, daar wil ik ook nog wel wat over zeggen. Kijk, de boeren, tenminste wat ik ervan meekrijg, die zeggen allemaal, ja, ons hele hebben en houden, we worden er, Van Haga zei gisteren zelf, er wordt euthanasie op de boeren gepleegd, zei hij, geloof ik. Nou, ze worden in ieder geval kapot gemaakt. Nou, als het echt zo is dat de boeren echt kapot gemaakt worden, zoals hun dat zeggen, ik denk wel dat het zo is, maar zoals hun dat zeggen, en zoals hun dat zeggen te voelen, ja, dan vraag ik me af waarom je dan met z'n allen op een veldje in Barneveld gaat staan. Dus kijk, dit zijn de laatste doodspartelingen van de boeren. Hun hele gezin, hun bedrijf, alles wordt vernietigd. En dan gaan ze in Stroe staan. Nou, ik snap dat wel, want je kan beter vernietigd worden met je hoofd naar beneden, zonder dat je je uitspreekt, zonder dat je ergens tegenop staat en dat je precies tijdens het bemerkbaar mag maken dat je het er toch niet helemaal mee eens bent. Ja, als je dan lekker veilig op een veld in Stroe gaat staan, ik snap dat wel, want dan ben je in ieder geval veilig terwijl je vernietigd wordt door de regering. Dus mensen, blijf lekker veilig. En ja, als de boeren, als jullie echt een keer wat van plan zijn om op te staan, weet dat over 10 dagen ongeveer het zomerreces begint. Dus als je dit nu niet doet, dan zijn ze daarna 6 weken lang lekker op vakantie. De maatregelen werken door. En oh nee, dat maakt helemaal niet uit, joh. Want het veld in Barneveld is ook 6 weken lang vrij. Nou, weet je wat? Bezet het veld gewoon de hele zomer lang en maak je standpunt. Ik wens echt iedereen een hele fijne dag en een super fijn weekend. En ja, geniet ervan, zou ik zeggen. Geniet ervan en denk zelf over de dingen na. Als je zelf na kan denken, als je niet zelf na kan denken of niet zelf na wil denken, dan doe het lekker niet. Ik ga er vandoor. Oh ja, en nog één keer. Nou, wil ik toch nog even op het einde groetjes aan Fidère doen. Het was heel erg gezellig.
Ja, ik hoop dat jullie nog echt heel veel mooie stukjes schrijven. En dat heel veel mensen nog naar jullie gaan kijken. Dat je heel veel waardering krijgt voor je werk. En dat je echt trots bent op jezelf. Echt trots bent op jezelf. Jullie trots zijn op jullie zelf. Met wat jullie bereikt hebben. En hoe je je ingezet hebt voor een betere maatschappij. Ja, dus, pluim. Als je langskomt, krijg je een sticker en een schouderklopje. Hele fijne dag iedereen.